Dat kennen we. Van links naar rechts, niet moeilijk, allemaal één. Kom op! Ja, het was de laatste van deze. Tijdens de zomermaanden organiseert Maspoen Entertainment zomerconcerten in Ninove en Liedekerke. Dit jaar, door de corona, konden de zomerconcerten niet doorgaan zoals ze gebruikelijk doorgaan op vrijdag en maandagavond, maar werden de zomerconcerten in eenmaal verdeeld over een driedaagse. Dit was ook het geval in Ninove en ook hier in Liedekerke. Op vrijdag waren er optredens van Zedder, Glorious Gentlemen's Club en Bram en Lennart. Gisteren zaterdag de 80's, Sandra Kim en Le Poulain Flandrien. En vandaag zijn we hier ook aanwezig op het slot van deze driedaagse. We zagen zo net Loco Kids Disco en hier ziet u Belle Perez. Na het optreden van Belle Perez werden de gasten hier nog verwend met Jens en live band. En om af te sluiten, Bumble Please Party Band. Hey Kim, vertel eens, hoe is het tot u toe al geweest? Goh, eigenlijk wel zeer goed. Ondanks de af en toe wat regenbuien mogen we wel spreken van een geslaagde eerste zomerconcert in editie. Ja, ja, een driedaagse. Hoe was het vrijdag eigenlijk bij de start? Vrijdag was echt zeer goed. Vrijdag was het met Bram en Lennart als hoofdact. Heel veel volk en een heel goede sfeer. Voor het eerst ook weer een keer zonder mondmasker. Hè. Dus we hebben al lang gehad met mondmasker en van alles. Maar nu mocht het, als je corona safe binnenkwam, mocht je zonder mondmasker een keer feesten zoals vroeger. Ja, dat is een hele verademing voor de meeste mensen. Zonder mondmasker op een plein in een massa publiek lopen. Hoe was het gisteren eigenlijk? Gisteren was het met Sandra Kim. Was ook goed. En je voelt wel, de mensen zijn heel blij dat ze nog een keer buiten kunnen komen. Dat ze nog een keer kunnen op een normale manier naar iets kunnen komen kijken. Hè. Dus ja, veel goede reacties wel. Ja. Vertel eens over vandaag. De top act Belle Perez toch? Ja, Belle Perez, een ongelooflijk mooie stem, een hele leuke vibe. Ook weer tussen de regenbuien door. Maar eigenlijk zag je wel dat die sfeer direct goed in zit. Hè. Dat Latino, dat spreekt veel mensen aan. Ja. Het was inderdaad een schitterende show. Intussen hoort u het al op de achtergrond, dames en heren. Welke groep is er nu aan beurt, Kim? Nu zit Jens. Jens de Geiter, die nu vertrokken is met een, ja, een leuk een full cover band. Dus die is er nu juist aan begonnen, ja. Here we go. Afsluiten het meneer met Bumble Blitz Party Band. Wij nemen hier afscheid op deze laatste dag van de driedaagse zomerconcerten in Liedekerke. Graag tot een volgende keer. Wauw. Amai, dat is max.